heb ik even uitgezocht. Want mevrouw Snap had gelijk. Die Franse muziek verkoopt heel erg goed. En weten jullie waar ik nu ben? Juist ja, in Frankrijk. Ik ben in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Want niet alleen die Franse muziek was heel erg hip. Alles wat uit Frankrijk kwam, was erg populair. En dat kwam door deze man, koning Lodewijk de XIV. Deze koning vond zichzelf zo belangrijk dat hij zich liet schilderen als de zonnegod Apollo. Hij dacht zelfs dat hij door God op de troon was geplaatst. Daarom kreeg hij de bijnaam Zonnekoning. De koning was erg rijk en machtig en had vooral een uitgesproken smaak. Hij wist heel goed wat heel mooi was. Hij liet onder andere dit kasteel in Versailles bouwen. Het grootste paleis van de hele wereld. Het paleis wordt nog ieder jaar bezocht door miljoenen toeristen. De mensen vinden het nog steeds heel erg mooi. Koning Lodewijk de XIV wilde ook in de mooiste kledingen rondlopen en wilde alleen de mooiste muziek horen. Dus iedereen probeerde het de koning naar zijn zin te maken. En zo ontstond de mode van die tijd. De kledingmode en de muzikale mode. Snap componeerde dus ook die mooie populaire Franse muziek. En iedereen wilde zijn liedjes horen of ze zelf leren spelen. En dat leverde dus flink geld op. Haha, die Snap, het is gewoon een popartiest.